Ja, die heeft wel geprobeerd te driften, ja. Kriki? Ja, dit hebben we dus nodig. Ik heb een hok gekocht. Ja, dit noemt staan. Oh, ja, wacht even. BMW. Dat is wel chic. Ja, daar ging het om, maar zij zijn lijn. 170 pk. Hij is nog niet bij ons. Hij moet sowieso nog thuis komen. Dit ziet eruit als een krikpunt. Oh, de wiel zit gewoon links vast. Dit is dus de reden waarom we niet gewoon met dit ding naar huis rijden. Oh ja, oh die is wel... Oh, ja. Dat is de aandrijver. Is die hol? Ja. Waarom maken ze dat ding niet massief? Dan gebeurt dat ook niet. Ja, jongens. Dit ding zit al los. Wat? Die boutje zit ook al los. Oeh. Dan wacht er meer aan de hand. Ja, hij stond te koop als differentieel kapot. Maar wij dachten zo van, oh nee, maar het is de steekas. Ja, maar waarschijnlijk is het differentieel zo gewoon kapot. Hij ding al bijna los, duurt lang. Duurt lang. Hoppa. Maar gaan er nu niet allemaal prullen in komen dan? Volgens mij is die kapot. Ik denk dat we die wel aan elkaar kunnen las. Wat is dat voor ijzer? Is dat gietijzer? Kijk dan hoe bros dat is. Het is gewoon PVC buis. Die andere haast wil ik gewoon los. Maar waarom zit die moer niet op? Waar is die moer? Ja, dit is allemaal los geweest. Deze kant is hier wel de haast uit. Deze uitslaan eigenlijk. Ja, hij heeft hamer meegenomen. Ja, nee. Maar dit slaat niet echt heel hard. En dan slijt dat hele huis. Je hele binnenwerk van de raad naar de tyfus. Maar als hij zo vast zit, blijft hij cool zitten. Ja, maar dan gaat die as erin weer slaan. Nee, maar er zit bijna niks aan. Ja, bijna. Hij is eigenlijk 40 minuten naar huis rijden, hoor. Klik, 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 klik. Oh, na. Wat de fuck. Zware boekje met water. Ja, er zouden papieren bij zitten van al het onderhoud. Die vrouw zou met tranen in de ogen hebben gestaan toen hij verkocht werd. Wat? Vooral voor 350 euro. Oh, zit ook as in de asbak? He, as in de asbak? Ik zie een rokers auto, laat maar zitten, niet kopen. Kom maar. Ik hou de zak als een pin voor aan, wacht even. Oh, dat is ook al. Ik heb een pin gevonden. Oh! Dit is niet echt een goede hamer of zo. Ah, godver. Ja, op zich is die zo uit. Kan je niet te snel krijgen zo dan? Nee, dan moet even de uitlaat lossen. Dan kan dit ding verder naar beneden. Dat is wel even voor fancy kut erover. Ja, dat klopt ook. Oh, hey. Die stabilisatiestang zit ook al los, of niet? Ik had wel gedacht hebben van, oh, die differentieel is toch wel naar de baan. Die laat hem maar weg doen. Op zich staat er wel gewoon in de beschrijving dat die kapot was. Dus eigenlijk is het helemaal geen verrassing. Ja, maar we dachten aangenaam verrast te zijn. Ja, ja. Gisteren. Jongens, jongens, weg, weg, weg! We hebben de kat die zat erin! Ja, pak even een lange plek. Lieve Julian. Hey, zeg eens wat, Patrick. Hey. Nou, oh, dan mag wel ietsje zaden. Wat een geluid dat video. Vandaag eten maar steekkaas verwijderen. Ja, hier! Oh, hier, dikke gereedschap. Ja. Oh, Patrick, dikke, we hebben gereedschap. Dikke BMW sleutels. Ja, ga je een stukje nog? Draai een beetje weg. Zo. Ja, dat was hem. Ja, leg maar in de auto. Nee. Het logo niet boven. Oh, ik heb hem schietgeluid. Dat weet ik alleen niet, hè, want we hebben nu die as eruit. Maar ik weet niet of die moer die laag is bij elkaar auto of niet normaal. Anders hebben we straks geen wiel meer, maar dat zien we dan wel. Nee, aan die kant zitten as de dingen nog in. Ja, maar er zit geen moer op. Wow. Hij denkt dat het misgaat, gaat ook mis. Dus dat moet je gewoon niet denken. Uit naar montage, boer Peter. Ik heb hier mee. Dus moeten we even een dikke vrouw zoeken, dan kunnen we daarna doen. Ik moet kijken of ze... Oh, mijn moeder! Zullen we even benzine erin doen, kijken of die dan bij het lopen? Oh ja, dat is wel een goeie. Ja, dat is vies, jongen. Hij heeft de grond gelegen om BMW te repareren of zo. Nee, joh. Nee, trouwens, niet eens repareren. Hoe kom je erbij? Demonteren. Ik zal dat hoedje wel eens meenemen. Wat is dat voor live? Heb je nog meer reden meegenomen? Peter Pan. Het moet wel even iets beter maken. Huh? Oh, dat past bijna zo. Gaat dat erin gaan of gaat dat er niet in? Jawel, meestal zal erin gaan. Je moet natuurlijk dat ding in. Ja, dit is een klepje daar. Wacht even, ik heb iets daar voor mij mee, hè? Hier, dikke bal. Deze, en dan gaan we. Hoppa! Hoppa! Oh, ik denk als we doorgaan dat de helft er wel in zit. Ja, ik vind het wel best. Die is wel zo lang. Wat is die bout erin? Nee, die bout die heeft zo'n grote, dikke... Flenskop. Ja. Die. Daarom heb ik hem gepakt. Mm-hmm. Die heeft een doekje. Nee. Veer hem toch in de achterbank af. Dat was wel. Oh ja, kom. Ik ga naar de achterbank. Oh, dat valt nog best mee. Volgens mij zit er niet zoveel in.
Oeh, kijk, hij zag helemaal handen. Ik heb een piemel erin. Olielampje. Maar het belangrijkste, kun je piraatjes ontvangen? Je hebt er niet gebouwd naar radio. Lost of feel good. Wow! Wat is dit? Hey, helikopter! Oh, joh. Nou, mooi. Laat maar op en dan rijden we naar huis. Ik ga jou even tunen met attributen van je auto. Wacht even. Eerst moet je deze aandoen. Nee, ik ga niet helemaal van aantrekken. Hallo! Ja, broer. En dan moet je die vasthouden van ik ben montuur. Hey. Nieuw BIM weggekocht. Lekker. Bim. Ze moeten nu maar aankomen lopen. Nou, meer, kijk op de camera. Ga zo voor die camera ronddansen. Ja, nou, de kabel is te kort. Kut, wat moeten we nu doen? Ik heb nog wat tijd, Rit. Je tijd. Wat is dat voor raar ding? Ja, maar dan trek je niet zo spanning en dan trek je dat hele ding aan het stronden. Ja, dat gebeurde vorige keer dus ook. Maar we gaan kijken hoe het nu gaat. We moeten er echt wel een eindje komen. Ja, we hebben 5 sleepkabels mee voor 1 auto. Dus. In principe komt dat goed. Waar is de toer van gaan ze bij deze? Hij rijdt nog niet eens. Allemaal veel. Hey! Gekocht, man, broer. Hey, 2 huizen op een Drentse platteland! 2 huizen! Hey, Reffen! Hier, kijk hè. In de 1. Hoppa. 2, 3. Nou, gaan we verder. Ja. Ik zie nou zijn lampen nog niet aan. Nee. Die had een lampen uit. Waar gaan we naartoe? What the fuck? Oh, hij moet pissen. Wil plassen. Veel plaats van, we hebben bewijs. Ik wilde zo graag tegen hem aanrijden. Ja, maar het kan niet. Het kan niet. Nog eentje. Nog één. Eens even kijken of we dat kunnen filmen. Een plaag hier of zo. Wat zo'n dik? Wat is dat? Waar heb jij een... Ah, flikker op, man. Ah, hey, flikker op. Mag die nou laten? Is te klein. Ik bedoel, is gewoon gemiddeld. Nee, moet je dat niet. Die is echt... Die kreeg je gewoon niet uit je auto. Laat je maar ruiken. Even. Nee, ik hoef niet te ruiken. Flikker op! Nee, die gooi je. Die stuur. Hij is al weg! Ik heb hem al gegooid. Wie gaat ons eigenlijk slepen? Ja, ik ook niet. Ik denk die auto. Zit daar iemand in? Schiet ze op, man! Hij doet helemaal niks. Godverdomme. What the fuck? Waar heb je naartoe? Waar is mijn piemel? Ja, je broek. Hij stapt weer in. Zullen we gaan? Ja. Ik zal die kerel wel even aan. Ja, ga eens even naar die kerel toe. Ja, ik zal hem wel eens even... Janne zegt iets, man. Wat is hij aan het doen, jongen? Staat hij als een waterfiets? Waarom staat hij een waterfiets? Ja, wat de fuck? Als je dat doet. Oh, mooi rond. Ja. Kun je best iemand mee doodsteken. Ja, dat denk ik wel. Het is niet voor niks een steekaas. Gisteren waren we gestopt met die kapotte steekaas. Dat is deze. Maar, je bent naar de sloop geweest. En heb ik even deze gehaald en die doet het nog. Moet goed komen. Alleen die oude, die wou er niet echt heel erg uit. Dus, ja, een klein hamertje erbij. Oppassen. Een mes. Die heb je, hè? Ja! Woe! Mooi, noem met deze weer proberen. Nou, gewoon weg. Met je TikTok kapje. Ja, wat wil je doen met dat ding? Ja, oké. Okay. Ja, dat hoeft niet groot te zijn. Dat weet jij net zo goed als ik. Donald. Hatsi. Nou, nee, die is wel stuk. Ja. Gaat erin? Ja. Is dat verder?
Nee. Ik sla hem er wel in. Slaan, dat vind ik ook altijd mooi. Een vriendin bijvoorbeeld. Oh. Waar? Oh ja. Is er nog water om te koelen? Ja, ik zei nog een kusje erop. Nee, is niet door. Hij tintelt ook helemaal tot hier, zeg maar. Ja, mooi. Zo groot zijn er niet. Hij wil in ieder geval niet meer last hebben, ik wel zeker, jongen. Oh, flikker de as in ieder geval niet zo uit. Waar heeft hij last van? Huh? Ik denk dat deze ook kapot is. Ja, we kwamen dus achter dat zeg maar, de as kapot was, die rechts staat. Dat draaide helemaal niet meer. Ik had dus nog die oude doorgebroken as. Wie erop zat was zeg maar hier. Was die al zo? Ja, zo haalde ik hem eraf. Die andere kant, die had de kooi kapot. Dus dan ging al die balletjes aan alle kanten af. Ja. Die draaide ook niet meer. Dus heb ik van twee ingemaakt. Hij gaat wel een beetje zuur, maar dat komt denk ik omdat ik alles bij elkaar gezocht de rotzooi is. Dus, ja. En ik heb ook vogels. Oh. Wauw, perfect. Oei. Geet naar eens in. Maar hoezo doe je niet als de steekaas in orde maken? Jongen, dit is toch veel mooier. Yep. Kijk, even nog een keer mijn andere duim slaan. Ja, dan doe het. Ja, dat is wel mooi. Heb je de rem er af? Ja. Oh. Kut. Ja, die boot is omgekneed, zit los. Volgens mij is die boot ook nog een stuk. Oh, ja, nou dan. Dus links en rechts niet hetzelfde. Daar ligt nog één einde. Nee, deze beweegt wel. Dan moet deze nu aan de andere kant optippen. Doe hem eerst maar even u de handen. Ik denk dat het jouw schuld is. Wat? Het kan zijn dat deze gewoon uit elkaar is. Maar dan moet ik hem loshalen met mijn cake. Aha. Helemaal kapot. Kunnen niet opstaan of zo. Een dikzaak nodig. Zou ze dit nou doorslijpen? En daarna tijd we gewoon helemaal zo rondom vastlaat. Kijk, nu kun je erbij, want dit is een clippie. Nou, ja. Dan moet hem worden. Oh, dat zit vast. Nu gewoon die zegering vergeten. Kut! Ja. Huts. Hey, huts. Kan dat toch? Dat is ook kapot. Hij draait mee aan de... Ja, maar hij, ja. Hij draait dezelfde kant op. Ik denk dat hij gelast is. Ik denk dat hij potentieel wel kapot is, maar het is wel een spannend momentje. Hij rolt. Oh, kill. Dat ding poepte me een tijdje uit de uitlaat. Maar dat zou dus betekenen dat in ieder geval nog iets werkt in het artificieel. Oeh, hoor je dat? Ja, niet zo best. Oh, wow. Ik begin met te zoeken. What the fuck? What the fuck gebeurt? Je differentieel zit los of zo. Oh, kijk, dat is een subframe, jongen. What the fuck? Oh. Het rijdt. Het beweegt. Ja, hij rijdt, maar hij maakt echt heel veel gekke geluidjes. Dus... En hij schuilt ook achter, dat is ook niet echt ideaal. Oh ja, toen we weer terugreden rechtuit, toen liep hij zo goed als een hondengang. Waar wil je hem doorslijpen? Hier zo, denk ik. Dan krijg je hier mooi bij. Ah, toch weg moet, hè? Ik heb er een superzaag. Zullen we die uitproberen? Ja, dat is een kruis. Kill! Rookt ook al. De zaag begon te gloeien. Zit daar nou water in? Dat is mooi. Oh. Zijn dat gewoon een as
aas nu weer stuk is in plaats van de rest. Dat die niet heeft overleefd, onze getuned aas. Oh, de homo knijt. Ik denk dat we even aan de asje moeten halen. Steekaas. Kijk, hier is onze donor BMW. Hier heb ik al een asje afgehaald. Nu is de andere ook aan de beurt. Moest ik niet filmen. Damn, boy. Nou, dat was hem. Maar... te vergeefs. Dat klinkt wel goed, niet? We hebben hem niet helemaal goed gefixt. Hier zit nog een proppen verder aan. Ja, grote, Homer. Homer? Moet je? Ja, ja, wat? Hem af. Wat? Nice. Oh, en nog een houtje. Nou, testvaart. Oh, hier, links is iets proberen. Oh, ja, nou zijn we vast. We staan vast. We zijn gecrashed. Ja, dat lukt wel, lukt wel. Kom maar. We zijn binnen verzekering. Hij rijdt best prima. Hij rijdt nu wel. Dat is olie. Bon. Ja, dat is zeg maar pijl. En maar ga ik niet meer dan dit. Ah, mooi. Ik heb helemaal vol, maar anders loopt het toch uit. Ah, ik ga hem op zich wel een beetje uitdrukken, zo denk ik. Zo. Ja, dat is echt knetterteur, jongen. Volgens mij... Lijkt dat wel beter als net, hè? Ik denk dat ik vooral even zwart moet spuiten. Dat vind ik vooral niet meer op. Ja. Even zo, detailing. Als we hier nou een pinnetje oplassen en dan trekken we hem zo weer een beetje in... Boah, ik heb ook al zo'n filmpje gezien. Nou... Kijk hoe lang niet volhoudt. Kijk op je dashboard. Ja, die was de laatste pakje. Oh, dat hoort. Ga zo weer weg. Hij is weer weg. I know my car. Ik voel echt spontaan dat ik nu een kleine piemel heb, joh. Dat is zo oud, hè. Het is tijd voor de durability test. Oh, gek. Oh, dat voelt echt alsof je doorgaat. Oh, holy shit. Hier, yeah, nog een bier, man. Vast of niet? Gewoon niet vast. Zijn we nou bepiepeld door de verkoper? Ik betaal godverdomme 350 euro voor een nieuwe BMW. Krijg ik dit? Dat is een HBM-raad waar allemaal wel niet kan hebben, hè? Is dat eentje voor HBM? Natuurlijk niet. Ik denk dat is al. Jou kapot geweest. Hallo. Ja, nu is hij los. Oh. Ja, dit hoort volgens mij. Dit. Oh, hoor je ze? Dat zijn de stukjes. Stukjes metaal. Maar ik zie iets goeds. Dit ding is dan mooi heel. Ja. Dan last we hem gewoon weer opnieuw. Ho! Kun je dat meekrijgen naar buiten? Ja. Wat zou daar voor spul in zitten? Remreiniger. Oh, remreiniger. Dat is wel jammer van de baak. Niemand gezien. Nee. Weet je waar zo'n bak kost? Ik heb geen idee. Volgens mij wel 10 euro of zo, 9. Yeah. Dat gaat echt niet meer los. Kijk, maar we hebben het dicht gedaan. Dan, kijk, ik ben helemaal zo in dat tandwiel. Ik denk dat hij zo wel beter vast zit. Nu is de vraag. Kan hij nog rond? Wow. Wauw. Je ziet dat ik wil dat hij niet lekt. Maar met dure olie mag het er niet uitlopen. Te lekker. Kut, we moesten vullen tot het hier uit kwam lopen. Ja. Nou, dat moet toch wel meer uit. Nou, dit is gereviseerd. Gaan we nou eigenlijk doen? Nou, op zich zou die de berg gewoon onder kunnen. Daar is zijn begeleider.
denk dat ik hem heb. Zo. En let niet meer los. Hoppa. Normale BMW geluiden. Gefixt. Zijn ze nou voor de bom aangejaagd of moeten ze pissen? Nee, pissen. Dit is wifi in de hand, weg. Hallo Wiebe. Oh, dat werkt wel. Shell de vorm, je fietsen op mijn moord. Waarschijnlijk denk ik zeggen dat wij moordjes zijn. Ja, dat is zo stevig. Oh. Ik sta met mijn kop voor het plafond. Oh, zat hier iets naar binnen of niet? Nee, iets naar beneden. Oh, wat hier zo nee, boven staan? Die moet recht zijn, die onderste. Oh ja, nou, dat wordt een nieuwe draag aan. Ja. Ik zal ze even helpen. Oh god. Welke? Die zijn? Waarom was je ook alweer even nee? Helpen? Kijken. Helpen met wat? Helpen kijken. Man, shit. Zo, lekker hè? Ja. Ah. Moet je niet doorwerken? Je niet je bek houden. Ik vind het zo fijn dat wij zo lief voor elkaar kunnen zijn. Oh ja. Atse. Het zijn ook gewoon twee losse delen. Ja, dat was echt wel gemaakt om te buigen. Maar dit heb ik eerder meegemaakt. Dit is toch voor camber? Dat is mij, dat is voor camber. Hier, jongen. In hand. Dit is misschien wel redelijk recht. Oh, dat is goed voor de laas. Ik ben blind. Ja, ik heb echt last over, hè. Dik staal erover. Ja, zo, ja. Ah, jongen, ik kan alles op. Ah! Maar goed, was dit was het enige wat het stuk was? Dat is goed dus wel. Ga er maar gewoon vanuit. In dat geval ben ik nou weer klaar. Ik kreeg een stuk rubbel tegen mijn achterhoofd. Ja, dat is goed, jongen. 3. 2. Oh. Thank you.
De middendemper of zo, in ieder geval. Een of andere demper. Die is nu open, maar ik kom nog niet hier. Zo. Dan noem ik ongeveer daarheen. Dan ga je een tikapparaat zo. Ja, hij doet het al, hij rookt. Papa. We hebben we. Zo blauw rookt hij normaal ongeveer op. Dus dat moet nog wel een beetje zijn zo. Mooi. Mooi. Zorg. Wauw. Soundcheck. Kom kan mijn hoofd zooi uitzetten. Dat was de Stanley mes. Nou, dus deze kant wel doen dan. Doen ze dat bij de garage ook? Eigenlijk bijna. Nee. Ja. Zo. Yo. Hey. Ah, we hebben net echt flink lopen kutten en hij is eruit. Ja, daarom ben ik nu pas hier. Ik had gezien, dat moet al wel aardig laag zijn zo. Dit verschil is ook wel aangenomen. Oh, die kan er gewoon niet meer in nu of? Ja, ik had last, hè, ik genomen. Ja. Dan moeten die stabilisator stangetjes. Die moeten kop. Zij is voor jou de stangetje wel even afhalen. Dan. Ja, dat lijkt me ja. Toch. Dat lijkt me toch. Hou maar 6 centimeter zo. 6? Ja. Dat is echt ziek veel man. Gozer gast. Die moet eigenlijk nog hier zitten. Je doet vaker aan links drift, hè? Ja. Dan doen we links al hoog. Dan doen we aan beide kanten om 2,5. 6. Hij zegt 6 en dan doe je 2 keer 2,5. Ja, jongen. Jij kan ook helemaal niet tellen, hè? Heb je al op de kleuterschool gezeten? Hoe noem je dat? Kleuterschool. Nee. Hij is kapot. Kut. Niet tegen Patrick zeggen. Weg, 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 weg. Kom, kom. Heb je een nieuwe? Had hij het door? Nee, denk ik niet. Zou je boos worden? Wij moesten even pissen. Kijk, Julian, nu even goed opletten. Hij gaat jou laten zien hoe je een VR-poort netjes weghaalt zonder schade te maken aan de klant van de auto. Ja, dat ging perfect. Oh ja, kom. Oh ja, waar heb je? Ga maar rustig door, hoor. Maar je hebt niks gedaan. Hier is niks gebeurd. Hey, kan je nou die klap houden? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is wel zes. Nou, dat denk ik wel, ja. Ja, zo. En dan, inderdaad, ja. Ja, toch? Zo, klap al, ja. Ah, en dan doen we nu een beetje lassen en dan doen we de zak alweer recht bouwen. Ja, dan doen we ongeveer daarop en dan die zetten we ook ongeveer maximaal en dan zal het wel goed zijn, toch? Heb je al aan? Nee, hoor. Ah, nee, kut, dat staat ook echt niet aan. Echt niet? Ze zijn gewoon beide gewoon ook niet echt. Gewoon echt niet recht. Nee. Okay. Yo, dikke Beyblade, laat hem los. Klaar? Ja, en hij kan dat stuur ook nou. Dus kijk hoe hoog die is, dan willen we hem eraan. Wat? Hop, hop. Kom maar, dat ziet er wel ruig uit. Kijk, dit stelt geloof ik geen kut voor. Dan moet je binnen in de kleine auto halen, die twee boutjes. En dan deze. Ik denk dat die... Banana bieren of wat doe je? Ja, Godverdomme, ik heb een prutje gedaan. Kom op, Patrick, Brrrr. Ja, dat ging perfect. Ik doe er allemaal vet aan, zodat er allemaal zand in blijft zitten. Nou, als je hem ooit nog wil stellen, dat gaat gewoon niet meer. Dankjewel, dikzak. Zijn is. Ben afkom. Oh, Patrick! Kijk, dat zou ik dat doen? Nee. Deze moest hier toch, of niet? Ja, die wiel moet op het midden. Niet daar.
Wat de fuck? Wat is dat? Beter hij kan achter op zich wel iets laag. Ja. Helemaal onderin, toch? Oh, deze. Kijk, dat is beter. Ja. Maar iets te laag, ik zou iets horen. Ja. Dit is het welbekende kruispunt. Hoe kun je dat? Oh, nou. Dikke donut. Het is niet spectaculair. Nee, dat is eigenlijk niet zo heel. Oh, mijn ballen, jongen.